De feestdagen komen eraan en dat betekent cadeautjes. Bijvoorbeeld voor je zakenrelaties of voor de medewerkers van je bedrijf. En op israelwinkel.nl kun je je eigen kerstpakket samenstellen. Bijvoorbeeld met deze heerlijke rode wijn uit Israël. Omdat het kerst is, doe er gelijk een flesje wit bij. Een lekker blik met olijven. Heerlijke jam uit Israël. En tenslotte deze mooie theedoos. Geeft u liever een luxueus wijntje, dan kunt u kiezen voor deze optie. Dit is een mooie luxe uitgevoerde wijnkist met 3 wijnen naar keuze. Misschien krijg je wel een beetje keuzestress van al deze opties. En daarom hebben we speciaal voor jou deze pakketten samengesteld. Deze samengestelde pakketten zijn te bestellen in onze winkel of op onze website. Ze worden netjes voor u ingepakt en naar u toegestuurd. Wilt u nou uw eigen kerstpakket samenstellen? Dat kan. Vanaf 10 pakketten kan u zelf kiezen hoe uw pakket eruit gaat zien. Wilt u meer weten of bestellen? Kijk dan op israelwinkel.nl/kerstpakketten. Fijn dat u kijkt, inderdaad, wat Sarah al zei. En ik ben blij dat ik tot u mag spreken deze avond. En het thema heeft Sarah ook al genoemd. We denken na over manieren waarop wij het volk van God, het volk van Israël, tot zegen kunnen zijn, waarop wij Israël kunnen troosten. En ik wil vijf dingen noemen en het zijn ook 5 richtingen eigenlijk waarin wij actie kunnen ondernemen. En ik zal dat straks nader uitleggen. Maar voordat we dat doen wil ik voorstellen dat we ook bidden. En dat we de Heere vragen om een zegen voor deze momenten als we ook nadenken over wat zijn woord hierover leert. Zullen we samen de Heere bidden. Lieve Vader in de hemel, Heere onze God, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob. Wij danken u dat wij, Heere, u mogen kennen. Wij danken u dat u heeft gesproken, eertijds op velerlei wijze door de profeten en in het laatste der dagen door uw Zoon. We danken u, Heere, dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat u ons niet in het duister hebt laten zitten, maar dat u het licht heeft laten schijnen in de duisternis. En dat wij in het licht mogen wandelen. We bidden u dat het openen van uw woord vanavond ook licht mag verspreiden. En dat u ons wilt aanspreken en wilt leiden. We willen belijden, Heere, dat we niets kunnen doen zonder u. Maar we bidden u dat als wij zo met elkaar, Heere, aan uw voeten willen zitten, dat u zelf ook tot ons hart wilt spreken. Dat we uw woord mogen verstaan, dat we oren zullen hebben om te horen en ogen om te zien en een hart om te begrijpen. En dat u een zalving wilt geven van de Heilige Geest voor mij om te spreken en voor ieder van ons om te luisteren. Heer, dat het uit u, door u en tot u mag zijn. Aan u zij de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil beginnen met een vers te noemen wat ik onlangs tegenkwam, gewoon in mijn lezen door de Bijbel. En dat is uit het boek Job, waarin Job uit hoeveel moeite hij heeft met wat er allemaal is gebeurd. En dan in één keer dan zegt hij toch dit: echter, ondanks alles wat er is gebeurd, te midden van al het lijden, ik weet dat mijn verlosser leeft en dat ten laatste dagen hij op de aarde zal staan. Dat uiteindelijk mijn verlosser op de aarde zal staan. Er staat in de herziene statenvertaling, hij zal ten laatste over het stof opstaan. Maar in andere vertalingen staat, hij zal op de aarde staan. His feet shall stand upon the earth. En het is zo mooi om daaraan herinnerd te worden. Dat is de hoop die we hebben. Wij mogen ook zeggen, ook te midden van dingen die moeilijk zijn in ons leven, niet alles is volmaakt, niet alles gaat goed in uw en mijn leven. Er zijn altijd ook dingen die echt wel moeilijk zijn en waar we moeten leren volharden. Maar te midden van alles wat we meemaken, mogen wij weten, onze verlosser leeft, de Heere leeft, de Messias van Israël is opgestaan uit de dood. Hij kwam naar deze wereld toe, maar het feit dat hij leeft betekent, hij is naar de hemel gevaren, het betekent dat hij weer terug zal komen en zijn voeten zullen opnieuw staan op de aarde. Hij zal ten laatste uiteindelijk op de aarde staan. En dat is het goede nieuws. Dat is het heerlijke vooruitzicht dat wij hebben. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En die heerlijkheid is niet heerlijkheid in de hemel, maar die heerlijkheid is wat er in de schepping zal gaan gebeuren, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 8. De schepping zal
delen in de heerlijkheid van de kinderen van God die dan zullen zijn opgestaan uit de dood. Die dan deel zullen hebben aan de opstanding. En een verheerlijkt en een onsterfelijk lichaam zullen hebben zoals Jezus Christus dat nu al heeft als de Heer terug gaat komen. Het goede nieuws is, er is een verlosser. De wereld zucht nu nog en de wereld is in barensnood. Maar die barensnood die gaat leiden tot een geweldige geboorte. De Heer is in aantocht. Het koninkrijk gaat komen. En die heerlijkheid zal heel veel groter en veel meer opwegen tegen het lijden dat wij nu met elkaar meemaken. En wat we ons moeten realiseren is dat die heerlijkheid die gaat komen. En als de verlosser opnieuw op aarde zal zijn, dat in het kamp van Israël zal gebeuren. Dat bepaalt ons er ook bij dat het nadenken over Israël als christenen, dat we als kerk uit de volkeren, de gemeente van Jezus Christus wereldwijd, dat we nadenken over Israël, dat is heel belangrijk om ook het evangelie zelf te begrijpen. Want de hoop die we hebben voor de toekomst, de verschijning van de Heer Jezus Christus, zal plaatsvinden in Israël natuurlijk. Hij zal komen tot zijn eigen volk. Hij heeft tegen zijn eigen volksgenoten gezegd, jullie zullen mij niet meer zien totdat jullie, Israël, zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Het zal gebeuren in het kamp van Israël. De komst van het koninkrijk is niet buiten Israël om. En daarom worden wij in de Bijbel natuurlijk ook opgeroepen om als gelovigen uit de volkeren die geloven in de Messias van Israël, die geloven in de aanstaande wederkomst van de Christus, van de Messias van Israël, om natuurlijk Israël te zegenen. We worden daar in Genesis 12 al toe opgeroepen, waar de rest van de wereld voor de keuze staat om Israël te zegenen of te vervloeken. En dan zegt de Heer, ik zal zegenen wie u zegenen, ik zal vervloeken wie u vervloeken. En wij als christenen behoren natuurlijk te begrijpen hoe belangrijk het is dat wij dat volk van God, het volk van de Bijbel, waar zo'n beetje de hele Bijbelse geschiedenis over gaat, het volk van onze Heer Jezus Christus, dat wij dat volk zegenen. De oproepen ook uit Romeinen 11, vers 22, om in de goede tierenheid te blijven. Als we niet in de goede tierenheid blijven, zullen we afgehouden worden van de edele olijf, als wilde takken die daarin geënt zijn. Maar dat in de goede tierenheid blijven, dat vind ik een prachtige uitdrukking. In het Engels is dat woord loving kindness. En dat betekent liefdevolle vriendelijkheid. En de context maakt duidelijk dat Romeinen 11 ons oproept als heidense gelovigen in Jezus, als niet-Joodse gelovigen in Jezus, om in de goede tierenheid jegens Israël te blijven. Dus Genesis 12 roept ons op om Israël te zegenen. Romeinen 11 roept ons op om in de goede tierenheid jegens Israël te blijven. En Jesaja 40 roept ons op om het volk van God te troosten. Troost mijn volk, staat daar. Dat zegt de Heer niet tegen de inwoners van Jeruzalem, niet tegen Israël zelf, maar dat zegt de Heer tegen alle anderen die met Israël te maken hebben. Troost mijn volk. Het is niet een woord van troost voor Israël. Zo van troost, troost mijn volk Israël. Ik geef jullie troost. Nee, dat staat er niet in Jesaja 40. Maar het is de oproep om Israël te troosten. Troost mijn volk. En wij worden daar ook toe opgeroepen door Gods woord. En daarom vanavond het thema, hoe kunnen wij dat doen? En die vraag die krijg ik regelmatig ook bij mijn lezingen in het land over Israël en de kerk. Als we over allerlei onderwerpen daaromheen met elkaar over allerlei onderwerpen nadenken, komt vaak ook die vraag naar voren van, ja, ik zie het. Ik zie hoe belangrijk het is dat we Israël zegenen. Dat wil ik ook graag, maar hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou concreet? Daarom 5 manieren. En wat ik al zei, 5 richtingen ook waarin wij dat kunnen doen. 5 manieren waarop, 5 richtingen ten aanzien van hoe wij dat kunnen doen. Het eerste is dit. Het begint allemaal met kennis en inzicht. Alles begint met bewustwording in ons denken. Alle dingen ontstaan altijd eerst in het denken en daarna in de praktijk. Het is door gebrek aan kennis dat een volk ten onder gaat, staat er in de Bijbel. En er is soms zoveel gebrek aan kennis in de christelijke kerk ten aanzien van Gods plannen met Israël. In de inleiding heb ik iets verteld over de inhoud van het evangelie.
En dat heeft alles te maken met de komst van het koninkrijk en de aanstaande wederkomst van Jezus. Maar er zit soms een gat in het evangelie. Omdat Israël helemaal wordt weggelaten. De vervangingsleer heeft daartoe geleid. En je kunt zeggen dat Israël vaak genegeerd wordt. Er wordt in de christelijke kerk soms helemaal niet concreet over Israël gesproken. Als het gaat over Israël in bijbelteksten, dan wordt daar onmiddellijk gezocht naar de toepassing voor de gemeente. En de betekenis voor Israël zelf wordt vaak niet benoemd. In het Engels noemen ze dat ook wel Israël forgetfulness. En dat is niet goed. En op dit gebied hebben wij reformatie nodig. Ik ben opnieuw dit boekje aan het lezen van Lance Lambert. Israël is uniek. Lance Lambert was een hele fijne, een hele prettige bijbelleraar. Een Jezus beleidende Jood, Messias beleidende Christen, Messias beleidende Jood, sorry, en bijbelleraar. En luistert u naar deze woorden. Als het gaat om, het begint allemaal met inzicht. Dit gaat over dat de Heere in zijn woord belooft om het land aan Israël te geven. En u zult weten dat ik de Heere ben. Ezechiël 20 vers 42. Als ik u in het land van Israël gebracht zal hebben, in het land waarover ik mijn hand opgeheven heb om het uw vaderen te geven. Luister dan naar wat Lance Lambert hierover zegt. Deze beloften zijn niet gegeven onder bepaalde voorwaarden, maar ze zijn absoluut. Ze zijn niet alleen voor het eerste zaad van Abraham, Isaac en Jacob, waar ons wordt meegedeeld dat wanneer hun nakomelingen in aantal zullen zijn als het stof der aarde, de beloften nog steeds van kracht zullen zijn. Ik zet grote vraagtekens bij de visie dat deze belofte van God in het Nieuwe Testament vervallen zou zijn. Mijns inziens zou dat een smet van twijfel werpen op de letterlijke waarachtigheid van Gods woord. Wanneer de Heere stelt dat hij dit heeft bevestigd aan 1000 geslachten en tot een eeuwigdurende bezitting, en nogmaals dat hij het land voor eeuwig heeft gegeven, dan raak ik innerlijk geschokt en verward wanneer mij wordt verteld dat God dit niet meende. Mijns inziens maakt een zodanige visie God schuldig aan het spreken van grote onwaarheden of aan het uiten van misleidende verklaringen. Als we gaan zeggen, ja, er staat wel in de Bijbel dat God dit land voor eeuwig heeft gegeven aan het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Maar wij zeggen, sinds Christus is dat niet meer van toepassing. Dat is niet wat God meende, dat dat letterlijk voor altijd zou duren. Dan zegt Lance Lambert, dan zeggen we eigenlijk dat God onwaarheden spreekt, dat God misleidende verklaringen heeft gegeven. Nou, weet je, dit heeft met inzicht te maken. Wij geloven dat die landbelofte ook nog steeds geldt, vandaag de dag. Dat is wat de Bijbel leert. Het is verkeerd bijbelgebruik om dat anders te gaan uitleggen. Om daar een draai aan te geven waardoor dat niet meer van toepassing zou zijn. Terwijl de Heere God zelf zegt dat het voor altijd zo zal blijven. Nou, dit is dus wat wij concreet kunnen doen. Dat we ons uitstrekken naar inzicht en kennis. En dat we bidden om wijsheid. Dat de Heere ons geeft, dat we zijn woord zullen begrijpen zoals hij het heeft bedoeld. De richting is richting de kerk. Ik sta hier vanavond bij Christenen voor Israël. En de bediening van Christenen voor Israël is in de eerste plaats richting de gemeente van Jezus Christus. En concreet, wat kunnen wij doen? Ja, we kunnen Gods woord tot ons nemen. Lees je Bijbel. En als je je Bijbel leest, laat Israël dan gewoon Israël zijn. Wat kun je concreet doen om Israël te zegenen? Je verdiepen in deze hele materie. Dit is het gebied waar wij reformatie nodig hebben. Als er één gebied is in de tijd waarin wij nu leven. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Het herstel van Israël is een wake-up call voor de kerk. En dit is het gebied waar we hervorming nodig hebben. Vernieuwing van ons denken, reformatie. We moeten terug naar de Bijbel wat betreft Gods plan met Israël en hoe het nou zit met de gemeente van Jezus Christus uit de volkeren en zijn aloude volk Israël. Wat kun je concreet doen? Je kunt boeken lezen.
boeken van bijbelleraren zoals Lance Lambert en er zijn er veel meer. En door die boeken te lezen maak je gebruik van de leraren die God ook geeft aan de gemeente, waardoor we ook zijn plan met de wereld beter gaan begrijpen. Je kunt onderwijs tot je nemen. Je kunt kijken naar deze livestreams en anderen erop attenderen. En een link naar een livestream die hier bij Christen voor Israël wordt gehouden, kun je doorsturen aan anderen. Je kunt sprekers uitnodigen voor je eigen gemeente of voor je organisatie of voor je kring of voor je vrouwenvereniging of voor de jongerenvereniging of ga zo maar door. En de sprekers komen graag om ook met u, met uw groep, met uw gemeente Gods woord open te slaan. En met elkaar als leerlingen van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is onze rabbi. Hij is onze meester. Wij zijn discipelen, we zijn leerlingen. En dat we graag met elkaar aan zijn voeten zitten. Zoals Maria ook aan de voeten van Jezus zat en van hem wilde leren. We kunnen ook leren van Messias beleidende Joden in deze tijd. Zoals opnieuw Lance Lambert. En zo zijn er vandaag weer heel bijzondere en begaafde sprekers, Joodse mensen die Christus hebben leren kennen, die geloven dat Jezus de Messias is en die ons als niet-Joden kunnen helpen om het evangelie, de Bijbel, de Tenach, de boeken van het Nieuwe Testament, de evangeliën te begrijpen. En dat is wat we concreet kunnen doen. U kunt de krant Israël Actueel lezen en andere uitgaven van Christen voor Israël, waarin we ook Bijbels onderwijs willen geven over Israël. Zodat we leren en zodat we groeien in kennis en inzicht. U kunt komen naar het Israël Centrum hier waar ik vanavond sta. En u kunt kijken naar de tentoonstellingen bezoeken, waarin ook heel veel informatie en kennis vaak doorgegeven wordt over Gods weg met Israël. En zo kun je doorgaan. Maar dat is het eerste gebied wat ik wilde noemen. Laten wij ons uitstrekken naar Gods woord. Laten we ons uitstrekken naar kennis en inzicht. En de Heere zal ons daarin zegenen. En zijn Heilige Geest geven om ons verstand en ons hart te verlichten. Zodat we ook zijn wil gaan begrijpen. Het tweede wat ik wil noemen. Wat kunnen we concreet doen? Gebed. Voorbeden. Psalm 122 vers 6. Bid om vrede voor Jeruzalem. Bid Jeruzalem vrede toe. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. We worden heel concreet opgeroepen om te bidden voor de stad Jeruzalem. Maar daarmee worden we ook opgeroepen om te bidden voor het volk van Israël. Voor het Joodse volk. Dat we voorbidders zijn. Psalm 62 vers 1. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Ik lees verder vanaf vers 4. Tegen u Jeruzalem, zal niet meer gezegd worden, verlatene. Tegen uw land zal niet meer gezegd worden, woestenij. Maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar. En uw land getrouwde, want de Heere verlangt naar u. En uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. Op uw muren in Jeruzalem heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die de Heere indachtig maakt, staat er. U die de Heere herinnert, gun u geen rust, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. U die de Heere herinnert aan zijn belofte, wachters op de muur van Jeruzalem. Dat we de Heere pleiten, dat we bij hem pleiten en bidden dat hij zijn woord voor Israël vervult. En dat die glorietijd voor Jeruzalem, en sommige van de dingen die we hier lezen, die zijn al helemaal aan de orde. Jeruzalem is niet meer verlaten, het land is niet meer een woestenij. Die profetie die ik net voorlas, die kunnen we al helemaal leggen naast de tijd waarin wij nu leven. Maar wat Israël nodig heeft, dat is mensen die voorbeden doen. In Ezechiël 22 vers 30
Daar zegt de Heer, ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet gronden hoefde te richten, maar ik vond niemand. Een bres in de muur, een gat wat in de muur geslagen is, waardoor het volk kwetsbaar is geworden, waardoor dreiging kan binnenkomen. En het idee is om in de bres te springen, op de bres te gaan staan. Het idee is, je gaat in dat gat staan om het volk te beschermen. En dat is een beeld wat ook gebruikt wordt. Deze beeldspraak wordt gebruikt voor het bidden voor het volk van Israël. Überhaupt, hè, voorbeden doen is in de bres gaan staan, op de bres gaan staan. Dat we voorbeden doen voor mensen, maar we worden ook heel specifiek opgeroepen om voorbeden te doen voor het volk van Israël. Daar begint het ook allemaal mee. Het begint met inzicht en kennis. Het begint met bewogenheid van binnenuit. En dat we voorbidders zijn, dat we bidders zijn. Ik heb hier een artikeltje gevonden uit Israël Actueel van januari 2001. En dit is een artikeltje dat geschreven is door Anna Heineker. En zij is eigenlijk het grootste gedeelte van het leven van mijn moeder, de beste vriendin van mijn moeder geweest. Ik heb haar heel goed gekend. Zij was een tweede moeder van mijzelf. Zij heeft mij in de wieg zien liggen. In 2005 is zij veel te vroeg overleden, wat mij betreft te vroeg. Ik heb haar heel erg gemist en ik mis haar nog steeds. En ik vond heel toevallig dit artikeltje, wat zij zelf voor de krant heeft geschreven, en ik wil het u graag voorlezen. En daarin roept zij ook op, vooral roept zij vrouwen op om voorbidders te zijn. Al vele jaren neemt Israël een grote plaats in mijn leven in. Land en volk zijn onlosmakelijk verbonden met de Bijbel, met de God van Israël in verleden, heden en toekomst. Vele malen heb ik Israël bezocht, heb ik genoten van de prachtige natuur, de feestdagen meegevierd, gehuild bij gedenkplaatsen als Yad Vashem, met het Children's Memorial, ben ik verbijsterd geweest over aanslagen, heb ik lief en leed gedeeld met dierbare Joodse vrienden, ben ik nooit uitgepraat geraakt over wat plaats heeft kunnen vinden, de Shoah. Christenvrouwen, hoe is onze houding op dit moment? Israël staat alleen en is alleen de boosdoener, tussen aanhalingstekens. Blijven we afzijdig? Of nemen we onze plaats in als voorbidder? Zijn we bereid ons kwetsbaar op te stellen tegenover de Heere, de Eeuwige, de Heilige Israëls? Durven we biddend tegen hem te zeggen, net als Rut, uw volk is mijn volk en uw belang is mijn belang, ook in mijn eigen leven? Dat niet van ons gezegd zal worden door de Heere, ik heb gezocht, maar niemand gevonden om op de bres te staan. Ezechiël 20, wat ik net voorlas. Wij zijn het Joodse volk veel dank verschuldigd. Het heil is uit de Joden. Israël strijdt om haar bestaan in het door God beloofde land. Laten we zij aan zij staan met hen. Een grote en machtige toekomst wacht Israël door strijd en lijden heen. Wij bidden om de vrede van Jeruzalem. Israëls Messias, kom spoedig. Halleluja. Shalom. Anna Heineker. Een oproep aan vrouwen, maar een oproep aan ons allemaal om voorbidders te zijn. Wat kun je concreet doen? Nou, dat het leeft in ons hart en dat we gewoon zelf in onze eigen tijden van gebed ook bidden voor Israël. We kunnen ook gebedsbijeenkomsten organiseren. Ik moet denken aan de familie ten Boom. In 1844 begon de grootvader van Corrie ten Boom met een bidstond voor het Joodse volk. En dat duurde tot 1944, tot aan het moment dat de familie ten Boom, Kasper en zijn kinderen gevangen werden genomen door de nazi's. 100 jaar lang is in dat huis gebeden voor het volk van Israël. En kijk eens wat een zegen en zalving God heeft uitgestort over de familie ten Boom. En hoe Corrie tot zegen is geworden voor honderdduizenden mensen wereldwijd. Ik moet denken aan een bevriend echtpaar van ons die ook vele jaren lang een bidstond aan huis hadden voor het volk van Israël. En hoe er een persoonlijke opwekking uitbrak in het gezin, op hun boerenerf. Hoe er machtige dingen gebeurden en de Heilige Geest werd uitgestort
op een hele bijzondere wijze over henzelf en over hun kinderen en vele familieleden en vrienden. Maar het waren mensen die baden voor Israël. We kunnen ervoor pleiten dat er op zondagmorgen gebeden wordt voor Israël in de zondagse dienst van onze kerken en gemeenten. We kunnen in het voorbedenboek van de kerk kunnen we ook, als er gebedspunten opgeschreven mogen worden, kunnen we ook zeggen en schrijven dat we oproepen tot gebed voor Israël. En u kunt elke vrijdagmiddag om 3:00 hier in het Israëlcentrum kunt u komen. U hoeft zich daar niet voor op te geven, want elke vrijdagmiddag om 3:00 is hier een bidstond om met elkaar ook de Bijbel te openen, een lied te zingen en samen ook te bidden en voorbeden te doen voor het volk van Israël. Het tweede wat ik wilde noemen, gebed en voorbeden. En nogmaals, daar begint het allemaal mee. Ik geloof ook dat het hele werk van Christen voor Israël is voortgekomen uit gebed dat al generaties lang plaatsvond voor het Joodse volk, bij de familie van Oort en bij andere families die betrokken zijn geraakt bij deze bediening. Het is allemaal uit gebed geboren. En zo is het dat de Heere handelt. Zo is het dat Hij zegen geeft en verhoort en dat er bijzondere dingen gebeuren. Het derde wat ik wil noemen is dienstbaarheid naar het Joodse volk. Dus de eerste richting is richting de kerk, de tweede richting is richting de Heere God. En de derde richting is richting het Joodse volk. Wij worden opgeroepen om concreet ook iets te betekenen voor het Joodse volk. Dat we vrienden van Israël zijn. Dat we christenen voor Israël zijn. Laten wij nou voor de verandering eens een keer, als je het ziet in het licht van de hele kerkgeschiedenis, waarin christenen overwegend anti-Israël zijn geweest, anti-Joods zich hebben opgesteld, laten wij gewoon in aansluiting op wat de Bijbel zegt, laten wij voor Israël zijn. En op die manier ons ook opstellen. Nou, Christen voor Israël doet van alles om concreet ook het volk van Israël te zegenen. Er zijn natuurlijk allerlei projecten die gesteund worden in het land van Israël. Zoals de gaarkeukens, hulp aan overlevenden van de Holocaust. Organisaties als het Jaffa Instituut en Hineni worden gesteund en zo zijn er nog veel meer. En wat wij kunnen doen is, wij kunnen ook geven. Wij kunnen ook met onze financiële middelen, kunnen wij ook het volk van Israël tot zegen zijn. Er staat in Romeinen 15 vers 26 en vers 27. Want de gemeente van Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Dan hebben we het hier dus over gemeenten buiten Israël. Macedonië, Achaïe, waar ook veel niet-Joden inmiddels bij waren gaan horen. En die gemeenten begonnen de heiligen in Jeruzalem te steunen. Ze hebben het namelijk goed gevonden en ze zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel hebben gekregen, zijn ze ook verplicht hen met de stoffelijke te dienen. We hebben deel gekregen aan de geestelijke weldaden of de geestelijke goederen van Israël. We hebben het woord van God door Israël ontvangen. We hebben het evangelie van Israël overgeleverd gekregen. Het is allemaal uit de Joden. En dan zijn wij ook verplicht, staat hier, om hen met stoffelijke goederen te dienen. Om hen met het stoffelijke te dienen. Je kunt vrijwilligerswerk doen in Israël. Je kunt je inzetten voor allerlei zaken die gebeuren in Israël. En weet je, er gebeurt echt wat als wij ons op die manier opstellen. Iets anders wat we concreet kunnen doen is het land bezoeken. En het is heel mooi. En het is ook goed om te proberen dat voor elkaar te krijgen. Dat je een reis kan maken naar het land van Israël. En wij noemen dat solidariteitsreizen. En ik heb zelf ook meegemaakt dat ik een keer midden in de nacht in een taxi zat. Ik was met een echtpaar uit mijn groep naar het ziekenhuis gegaan om 22:00 s'avonds. Omdat de zuster van dat echtpaar niet lekker was en die had echt medische zorg nodig. En het was al een hele lange dag geweest en ik was heel erg moe. En we hebben nog lang daar in het ziekenhuis moeten wachten totdat zij geholpen was en dat ze weer naar huis mocht. En het was 2:00 in de nacht dat er een taxi voor ons werd opgeroepen en die kwam. En toen was er een jonge dame die taxichauffeuse was.
En zij was klaar wakker. Ik was half slapend, omdat het al zo laat in de nacht was. Maar zij werkte misschien elke nacht wel en daarom was ze heel wakker. En ze begon een gesprek met mij en ze vroeg van waarom zijn jullie hier en wat brengt jullie hier naar Israël? En wat doen jullie hier allemaal? En toen begon ik een beetje te vertellen en toen zei ik tegen haar, nou wij zijn christenen. En wij zijn hier gekomen omdat wij solidariteit met jullie willen betuigen. Omdat wij jullie willen laten weten dat we vrienden van jullie willen zijn. We weten dat er in het christendom in het verleden heel veel verkeers is gebeurd vanuit de christelijke kerk jegens het Joodse volk. Dat er heel veel nare dingen hebben plaatsgevonden. En dat is nog zwak gezegd. Maar wij zien het anders. Wij geloven dat we jullie verschuldigd zijn. Wij geloven dat we veel van jullie hebben gekregen. We hebben door jullie de Bijbel gekregen. We hebben door jullie onze verlosser gekregen. En we zijn hier om voor jullie te bidden. En om jullie te steunen en om te laten weten dat we jullie vrienden willen zijn. En daarom zijn we hier gekomen. En toen zei deze jonge dame, ze werd stil en ik hoorde even niks. En toen zei ze daarna, ik kan u niet onder woorden brengen wat ik in mijn hart voel. En ik denk dat ze ontroerd was. Dat ze even niet wist hoe ze dat moest verwoorden. Maar ze zegt, daarna zei ze, we hebben zoveel vijanden. Wij worden zo omringd met vijanden. Wij voelen ons soms zo geïsoleerd. De volkeren rondom Israël zijn zo vijandig gezind. En het is het enige land in de wereld, de enige natie in de wereld die in zijn bestaan bedreigd wordt. En gewoon door te zeggen tegen Joodse mensen, tegen Joden in Israël, dat je achter hen staat. Maar dat kunnen we ook zeggen tegen Joden waar we ze ook tegenkomen, dat we vrienden van Israël willen zijn. Dat we Israël willen zegenen en dat we dat ook doen door concreet actie te ondernemen en solidariteit ook handen en voeten te geven. En dat is mooi, dat is prachtig als dat gebeurt. We kunnen ook Israël steunen door niet mee te doen met het boycotten van Israël. Daarom is er het Israël Productencentrum. Daarom zijn er zoveel IPC-consulenten. En wat je kunt doen is om deze producten te kopen. En ik zeg ook vaak tijdens de avonden als ik in het land ben en als er mensen bij elkaar komen en als er een tafel is met IPC-producten, dan zeg ik vaak van je doet veel meer dan dat je enkele ondernemers in Israël helpt. Maar je zegt hiermee heel duidelijk, wij doen niet mee met het demoniseren van Israël. Wij doen niet mee met die boycott die zo vals is, die zo gemeen is, maar wij zeggen heel duidelijk van Israël heeft recht van bestaan. Want die hele BDS-beweging die zegt in feite Israël moet van de kaart geveegd worden. Ze proberen economisch Israël kapot te maken en ze roepen alle landen van de wereld en politici en bedrijven roepen ze op om niet bij Joden te kopen, maar hun doelstelling is om Israël gewoon kapot te maken. Wat kunnen wij concreet doen? Daartegen ingaan. Je staat op tegen onrecht en je zegt, daarin gaan we niet mee. En we kopen wel degelijk producten die uit Israël komen. Je kunt kerstpakketten schenken. We zitten nu in de aanloop naar kerst en als ondernemer kun je ook besluiten om je relaties en je werknemers te zegenen met een kerstpakket uit het land van de Bijbel. Hoe mooi is dat? Een kerstpakket weg te geven uit het land van de Heer Jezus, uit Israël. En het laatste ding wat ik zou willen noemen ten aanzien van hoe we dienstbaar kunnen zijn aan het volk van Israël, dat is dat we ook kunnen meewerken aan dat mensen alia maken. Dat Joodse mensen uit verschillende landen in de wereld, dat we hen helpen om terug te keren naar het land van hun voorvaderen. Om te emigreren naar Israël. En dat is waar Christenen voor Israël en ook andere organisaties natuurlijk al vele jaren, al meer dan 25 jaar ook mee bezig zijn, breng de Joden thuis. En in Oekraïne hebben we Koen Karlier, die daar al vele jaren ook voortdurend, week in week uit, bezig is om Joodse mensen heel concreet, heel praktisch te helpen om die stap te maken. De Bijbel zegt ook dat heidenen betrokken zullen zijn bij het terugbrengen van de kinderen van Israël naar het land van Israël. Bijvoorbeeld Jesaja 14, daar staat, de volkeren zullen hen nemen en hen naar hun woonplaats brengen.
De volkeren zullen hen nemen en hen naar hun woonplaats brengen. En er staat ook in Jesaja 43, houd niet terug, breng mijn zonen van verre, mijn dochters van het einde der aarde. Breng mijn zonen en dochters, breng de kinderen van Israël van het einde der aarde terug naar het land dat ik aan hen heb gegeven. En in Jesaja 49 daar staat, zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal mijn hand opheffen tot de volkeren en mijn banier omhoog heffen voor de natiën. In hun armen, in de armen van de volkeren, zullen zij uw zonen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. Er zijn zomaar drie teksten en er zijn er nog meer die allemaal spreken van dat de volkeren ook door de Heere God ingeschakeld worden om Joodse mensen te helpen, te faciliteren, in staat te stellen om te gaan wonen in het land van Israël. Dat zijn profetieën die in onze tijd in vervulling gaan. Dat is wat je concreet kunt doen. Je kunt geven voor Joodse mensen in de Oekraïne die dan aliyah kunnen maken. Je kunt geven voor Joden in India of in Ethiopië. Of er zijn nog veel meer landen waar de mensen zelf vaak niet echt in de gelegenheid zijn en de middelen hebben om dit te doen. Maar het is mooi om daarbij te helpen. Het vierde wat ik zou willen noemen is dit. Het derde is dienstbaarheid. Het vierde is dat wij protesteren en onze stem verheffen tegen antisemitisme en anti-zionisme. Ik had het al even over de boycott van Israël. En het is zo belangrijk dat wij inderdaad niet zwijgen. Dat als we zien dat er onrecht plaatsvindt, dat we niet maar zoiets hebben, nou ja, oké, dat gebeurt en laat maar en wat kan ik daaraan doen. Maar dat wij opkomen tegen antisemitisme. Ik las trouwens van de week een artikel over een brief van Einstein. Die onlangs is gepubliceerd, waaruit blijkt hoeveel antisemitisme er ook in Amerika was in de jaren 30 van de vorige eeuw. Een nieuw onthulde correspondentie geschreven door Albert Einstein in 1936 biedt een glimp van de enorme mate van antisemitisme in de Amerikaanse academische wereld in die tijd. Een zeldzame handgeschreven brief, geschreven en ondertekend door Albert Einstein en verzonden aan een vriend in 1936, die een positie in de Amerikaanse academische wereld overwoog, biedt een glimp van het niveau van antisemitisme in de VS en de moeilijkheden die een Joodse immigrant zonder connecties op dat moment zou kunnen verwachten. En dan een citaat uit die brief van Einstein. Een enorme mate van antisemitisme bestaat hier, vooral in de academische wereld, hoewel ook in de industrie en het bankwezen. Let wel, het neemt nooit de vorm aan van brute spraak of actie, maar suddert des te intenser onder de oppervlakte. Het is als het ware een alomtegenwoordige vijand. Een vijand die onmogelijk te zien is en wiens aanwezigheid je alleen maar waarneemt. Nou, inmiddels leven wij in een tijd waarin het wel de vorm aanneemt van brute spraak en actie. Zeker ook in de academische wereld, in Amerika en in Europa. Nog een citaat uit die brief van Einstein. Je vertrouwt helaas op een verkeerde aanname. Ik ben hier erg eenzaam en ik heb met niemand contact, zeker niet met muzikanten. De toewijzing van posities is volledig ongeorganiseerd, dus je komt alleen via persoonlijke connecties achter vacatures op een bepaalde locatie. Einstein sloot de brief af, de man aan wie hij schreef als muzikus en die zocht dus een positie in Amerika. Einstein sloot de brief af met betrekking tot zijn vrouw Elsa, die op dat moment ernstig en terminaal ziek was. Ze lijdt enorm, is bedlegerig, heeft moeite met ademhalen en heeft diabetes. En ze overleed 3 maanden later. Deze brief werpt licht op een minder bekend aspect van Einsteins leven in de Verenigde Staten. In die tijd werd het antisemitisme in de VS grotendeels overschaduwd door de Holocaust en de miljoenen die in Europa stierven. Maar deze brief dient als een belangrijke herinnering eraan dat liberale samenlevingen niet immuun zijn
voor deze ziekte van het antisemitisme. En dat we altijd waakzaam moeten blijven tegen elke vorm van racisme. Het is nu erger dan in de tijd van Einstein in Amerika. Wat we nu aan berichten lezen over wat er inderdaad in de academische wereld in Amerika gebeurt, is erger dan wat we hier in deze brief tegenkomen. En het is inderdaad racisme. Dat is ook het verschrikkelijk venijnige dat Israël wordt beschuldigd van het zijn van een racistische staat. Maar niets is minder waar. Het is juist helemaal andersom. Dat antisemitisme, wat Hamas wil, wat Hezbollah wil, wat Iran wil, wat die anti-Zionisten willen, dat is racistisch. Antisemitisme is racisme. Hamas en consorten zijn heel racistisch bezig. Daar waar Israël zich terugtrekt, kan geen Jood meer wonen, kan geen Jood meer verblijven. Dat is puur racisme. En dat is wat opnieuw de kop opsteekt, ook in de Europese academische wereld en op allerlei manieren. Het antisemitisme ook in Europa neemt weer toe. En het is zo belangrijk dat wij dat we onze stem verheffen tegen dat wat onrechtvaardig is. Dat is ook een van de doelstellingen van de krant Israël Actueel. Ik heb hier de krant die aanstaande, die vandaag bij u op de mat zal liggen, of morgen misschien, de krant van december. En ik heb een artikel geschreven, het gevaar van valse beeldvorming. Weet je, we moeten onze stem verheffen tegen het onrechtvaardige ten aanzien van Israël, wat ook in de media plaatsvindt. Laat me iets voorlezen uit dit artikel, zodat we iets voelen van hoe onrechtvaardig het eraan toe gaat. De laatste tijd is er wereldwijd in de media veel ophef ontstaan over zogenaamd geweld van Joodse bewoners van Judea en Samaria tegen de Palestijnen. Joodse bewoners op de zogenaamde Westoever tegen de Palestijnen. We moeten ons echt ervan bewust zijn dat er Palestijnen zijn die willens en wetens leugens over Israël of het Israëlische leger verspreiden om zo Israël in een kwaad daglicht te stellen. Begin november was er een anti-Israël demonstratie van Palestijnen in het dorpje Susia ten zuiden van Hebron. Op filmopname is duidelijk te zien hoe een demonstrant, er staan daar Joodse soldaten, Israëlische soldaten, er staan Joodse bewoners van die omgeving, van dat dorp, en er staan Palestijnse demonstranten. Er is duidelijk op een filmopname te zien hoe een demonstrant gewoon zelf op de grond gaat liggen en doet alsof hij gewond is geraakt. De hulpdiensten komen erbij en de gewonde, tussen aanhalingstekens, wordt per brancard afgevoerd. In de Arabische pers lezen we vervolgens: een aantal burgers raakten vandaag gewond toen kolonisten hen aanvielen in het dorpje Susia, in de buurt van Jatta ten zuiden van Hebron. Onder de gewonden ook de coördinator van comité's tegen de nederzettingen in het zuiden van Hebron. Een pertinente leugen dus. En deze video is slechts één voorbeeld van de Palestijnse nepnieuwsindustrie die wordt uitgebuit door anti-Israël-organisaties. Dit noemen we Pollywood. Niet Hollywood, niet Bollywood, maar Pollywood. Palestijnse propagandaoorlog die gevoerd wordt en dat er gewoon gefaked en gespeeld wordt dat een Palestijn gewond is geraakt door een zogenaamde Joodse kolonist of door het Israëlische leger. En daar moeten wij ons tegen verzetten. Wij moeten onze stem verheffen. Dat is wat we met de krant ook doen. Wij willen eerlijke en transparante informatievoorziening. Daar willen wij in voorzien, opdat we niet meegaan met de misleidingsindustrie, zoals iemand een tijdje geleden een boekje heeft geschreven over de misleidingsindustrie in de media. We kunnen brieven schrijven naar mensen die hierin meegaan. We kunnen brieven schrijven aan kerkleiders die zich laten meesleuren door de valse beeldvorming. En we moeten ook ons bewust zijn van het gevaar van het anti-Zionisme. Het anti-Zionisme wordt sterk. Er zijn steeds meer stemmen die zeggen dat het bestaan, überhaupt het bestaan van Israël niet legitiem is.
dat het een fout is geweest, dat Israël is ontstaan. En die zeggen dat Israël een soort gevolg nog is van de kolonisatie. Alsof de staat Israël een soort kolonisatieproject is. Maar dat is natuurlijk volkomen misplaatst om dat te zeggen. Want Palestina is vele eeuwen lang gekoloniseerd geweest door allerlei mogendheden. En door de Turken, 400 jaar lang, tot 1917 was het een... waar de kolonisten waren de Turken. En vanaf 1917 tot 1948 hoorde het inderdaad bij Groot-Brittannië. En zou je kunnen zeggen, was dat nog een uiting van de tijd van het kolonialisme. Maar er zijn meer dan 700.000, 800.000 Joden hebben moeten wegvluchten uit landen in het Midden-Oosten. En zij zijn gegaan wonen in het land van hun voorvaderen. En er is een einde gekomen aan de tijd van kolonisatie in het land van Palestina, in het land van Israël. Zij zijn in het land van hun eigen voorvaderen gaan wonen en zijn een zelfstandige staat geworden. Dat is precies het tegenovergestelde van kolonisatie. En het is helemaal niet waar dat de meeste Joden in Israël van Europese of Amerikaanse afkomst zijn. De meeste Joden in Israël komen uit de gebieden rondom Israël, uit het Midden-Oosten zelf, waar ze moesten wegvluchten toen Israël een staat werd. En ze zijn gewoon gegaan wonen in het land van hun voorvader. Dus om Israël als een iets van kolonisatie of als Israël als kolonisten te typeren, is historisch gezien nadenkend over wat een kolonie is of wat kolonisatie is, is volkomen misplaatst. Maar dit soort ideeën dat Israël een apartheidstaat is, dat Israël een racistisch regime voert en dat Israël koloniserend bezig is, dat is alomtegenwoordig geworden. En daar moeten we onze stem tegen verheffen. De richting is richting de samenleving. We moeten het lef hebben om ons uit te spreken tegen dit kwaad. We moeten protest aantekenen. We moeten niet bang zijn om een profetisch geluid te laten horen. En we moeten de meerderheid in het kwaad niet volgen. Dat is wat we moeten doen. En dat is wat wij als Christenen voor Israël als organisatie ook willen doen, met name ook door de krant en allerlei andere publicaties, maar ook door soms concreet actie te ondernemen, zoals ook een aantal jaren geleden contact is opgenomen met een grote pensioenmaatschappij in Nederland die ook meeging met die kolonisatie. En er is gesproken met de leiders van deze grote organisatie, dit grote bedrijf, en dat heeft wel degelijk gevolgen gehad. Het laatste wat ik wil noemen is: het eerste is inzicht. Het tweede is gebed. Het derde is dienstbaarheid. Het vierde is protesteren, onze stem verheffen. En het vijfde is verootmoediging en schuldbelijdenis en boete. En dat is weer wat we zelf moeten doen. Dat is opnieuw richting onszelf. Wat we moeten doen is dat wij ons bekeren. We moeten ons bewust zijn van de schuld die wij zelf op ons hebben geladen en de puinhoop die wij er zelf van hebben gemaakt. Laat me iets voorlezen uit mijn boek. Ik heb het hier op mijn telefoon even apart in een notitie gezet, maar het komt uit mijn boek Zegen door Israël. Luister naar deze woorden. Ik ga staan bij een Engels sprekende gids. Dat was toen ik in 2019 in Jeruzalem was en op het plein bij de Klaagmuur, het plein bij de Westelijke Muur stond. Ik ging staan bij een Engels sprekende gids die allerlei dingen over het tempelplein en de muur aan zijn groep uitlegt. Het meeste van wat hij zegt weet ik al, maar dan noemt hij een detail dat nieuw voor mij is. Toen de Romeinse keizer Constantijn aan het begin van de 4e eeuw christen werd, is zijn moeder keizerin Helena naar het Heilige Land gegaan. Overal in het land heeft zij, op plekken waar belangrijke gebeurtenissen uit Jezus' leven hebben plaatsgevonden, kerken laten neerzetten. De gids vroeg aan zijn groep: wat heeft Helena, de moeder van Constantijn, met het tempelplein gedaan, denk je? Sommigen dachten natuurlijk dat ze ook daar een kerk had laten bouwen, maar nee, dat was niet het geval. De plek waar de Joodse tempel had gestaan, moest een vuilnishoop worden. Dat is wat Helena haar onderdanen opdroeg.
Dus toen Jeruzalem voor het eerst in christelijke handen kwam, kreeg de Tempelberg de bestemming vuilnishoop. De Tempelberg was de plek waar de tabernakel en de eerste en de tweede tempel met daarin het heilige der heiligen hadden gestaan. Maar ze liet even verderop de heilige grafkerk bouwen. De Joodse gids zei toen, zij deed dit omdat volgens het christendom het Joodse volk niet meer het volk van God was, maar de kerk dat was geworden. Dit is een heel sprekende illustratie. Het christendom heeft, wat betreft de relatie met Israël, een puinhoop van gemaakt. We hebben er een puinhoop van gemaakt. En we moeten puin ruimen. Vorig jaar is er in veel kerken in Nederland een schuldbelijdenis voorgelezen. Toen ik op die zondag zelf voorging in een gemeente heb ik dat ook gedaan. Die letterlijke tekst heb ik toen ook voorgelezen. En dat is prachtig dat er een duidelijke kanselverklaring is gekomen in heel veel gevestigde kerken, maar ook in vrije kerken, dat schuld beleden is ten aanzien van de christelijke geschiedenis en het Joodse volk. Dat we ons bewust zijn van onze collectieve schuld en dat we ons daarvoor verootmoedigen naar de Heere God toe, maar ook richting het Joodse volk. Ik heb ook zeer veel respect voor de stichting Boete en Verzoening, bij velen van jullie ook bekend. Dominee Casey Brandy heeft zich tientallen jaren ingezet hiervoor. En zij hebben heel veel Joodse begraafplaatsen opgeknapt en doen dat nog steeds. Een vriend van mij is daar nog steeds actief bij betrokken, gaat wekelijks ook met iemand anders en soms met een hele groep gaan ze naar begraafplaatsen, Joodse begraafplaatsen overal in Nederland. In alle uithoeken van het land zijn die er. En die gaan ze opknappen, want er wonen vaak helemaal geen Joden meer. Dus die begraafplaatsen die komen in verval en die worden niet onderhouden. En dat wordt zeer gewaardeerd door de Joodse gemeenschap in Nederland. Maar dat gebeurt vanuit de stichting Boete en Verzoening. Dat is een vorm van boete doen. Dat is een vorm van verootmoediging. Een gebaar van, we zijn ons bewust van die schuld. We zijn ons bewust van dat vreselijke verleden. We hebben bloed aan onze handen en we willen iets doen om verzoening te bewerkstelligen tussen christenen en joden. En dat is wat we nodig hebben. En er gebeuren hele mooie dingen. Dat is de weg die wij moeten gaan. Ik wil afsluiten met een laatste anekdote van wat ik zelf heb meegemaakt. Het is al jaren geleden alweer dat we met meer dan 120 christelijke leiders en ook misschien wel 10 of 20 Joodse leiders uit Nederland en uit Israël, ook de opperrabijn van Israël was daarbij aanwezig, dat we in de synagoge van Arnhem bij elkaar kwamen. En het is op zich al heel bijzonder dat er dan Joodse en christelijke leiders bij elkaar zijn. Dat we welkom werden geheten in de synagoge en dat Joodse leiders, de opperrabijn van Israël, de opperrabijn van Nederland en andere rabbijnen uit verschillende steden in ons land waren daar allemaal aanwezig. En dat zij bereid waren om ons te ontvangen als christelijke leiders. En opnieuw, Casey Brandy was daar ook. En ik kan me herinneren dat hij de gelegenheid kreeg om iets te overhandigen aan de opperrabijn van Israël. Hij had iets bij zich, ik weet niet meer wat het was, maar dat doet er ook niet zozeer toe. Maar hij wilde iets geven wat symbool stond voor verootmoediging. En hij zei daarbij, sprak hij woorden van, wij zijn ons bewust van wat er is gebeurd in het verleden. Wij willen ons verootmoedigen ten aanzien van al het kwaad dat vanuit de christelijke kerk is gebeurd jegens het volk van Israël. Wij willen die schuld belijden. Dat doen we naar God toe, maar we doen het ook naar jullie toe. En ik wil u dit aanbieden als een teken daarvan, als een teken van die verootmoediging. En ik zal nooit vergeten hoe de opperrabijn van Israël luisterde naar deze dominee, vriendelijk hem aankeek, zijn woorden helemaal ontving en blij was met wat er werd gezegd en dat geschenk met zijn hele hart in ontvangst nam. En wat daar gebeurde, dat vond ik essentieel. Ik vond dat zo mooi, dat raakte mijn hart, dat ontroerde mij. Als je de geschiedenis kent van de relatie tussen de kerk en het Joodse volk, dan is het heel bijzonder dat dit gebeurt. En Casey Brandy heeft een boekje geschreven over al dat werk van boete en verzoening. En dat heeft als titel Een spijker aan de brug. Waarmee hij zegt, het is slechts één spijker die wij slaan in de brug van verzoening tussen Joden en christenen. Slechts één spijker.
Want er is zoveel te doen, er is zoveel puin te ruimen. Die kloof is zo groot geworden, maar met kleine dingen, met kleine gebaren, bouwen wij aan die brug van verzoening tussen Joden en Christenen. En dat is geweldig dat dat gebeurt. Derk Prins heeft gezegd, de wegen van Israël en de kerk beginnen weer steeds meer bij elkaar te komen. En daar kunnen wij de meest spectaculaire dingen voor de toekomst van verwachten. Daarom deze lezing ook van vanavond. Hoe kunnen wij concreet het volk van Israël troosten en Israël zegenen? Ja, als wij dat doen, dan bouwen wij aan die brug van verzoening. Dan doen we dat wat God wil dat wij doen. En het zijn deze vijf dingen. We strekken ons uit naar kennis en inzicht. We staan in de bediening van het gebed en de voorbeden. We ondernemen concreet actie om ons dienstbaar op te stellen naar het Joodse volk en om ons te gedragen als vrienden en ondersteuners van het volk van Israël. Ten vierde, we verheffen onze stem tegen alles wat onrechtvaardig is, wat er gezegd wordt, wat er geschreven wordt, wat er gedaan wordt jegens het Joodse volk. We keren ons tegen antisemitisme en antizionisme. En ten vijfde, naar onszelf toe. We verootmoedigen ons, we belijden onze schuld. En we doen daden die uiting geven aan de boete. Opdat wij in nederigheid en bescheidenheid en afhankelijkheid van de Heere het goede doen. In de liefdevolle vriendelijkheid blijven, in de goede tierenheid blijven, jegens het volk van Israël, dan zullen we niet afgehouden worden van de edele olijf. Dan zullen we deel hebben aan de levenssappen en de vettigheid van de olijfboom. Dan zullen we zelf als christelijke kerk ook gezegend worden. Geprezen zij zijn naam. Mag ik u voorgaan in gebed om de Heer ook te danken? Laten we samen bidden. Vader, we danken u dat u ons de weg wijst die we moeten gaan. Dat uw ogen op ons zijn, dat u ons raad geeft. En dat u door uw woord en door uw geest tot ons spreekt. We bidden u dat u ieder van ons heel concreet wilt helpen om te begrijpen wat u van ons persoonlijk vraagt. Op welk gebied, op welke van deze vijf gebieden of het nou één of meerdere is dat we ons in zullen zetten en ons zullen geven. Heer, wilt u ons tot een zegen stellen? Wij willen doen wat uw woord ons vraagt te doen, wat u ons vraagt om te doen. Heer, stel ons tot een zegen voor Israël, opdat we zelf ook zegen mogen ontvangen en voor iedereen om ons heen tot zegen mogen zijn. We bidden nu voor de vrede van Jeruzalem en we bidden voor de spoedige komst van het Koninkrijk. Wilt u ook christenen voor Israël zegenen? Wilt u deze livestream zegenen? Wilt u geven, Heer, dat het woord, het evangelie, zonder dat er een gat in het evangelie zit, dat het volle evangelie gepredikt en gehoord zal worden in kerken en gemeenten in Nederland. Dat u ook ons als lichaam van Christus in Nederland, dat u ons nog een heerlijke, geweldige tijd wilt geven. Dat bidden we tot eer en verheerlijking van uw naam om Jezus wil. Amen. Amen.